Hoi, ik ben Remy. Dit is de Verrare. Hij is de meest onderhoudsvrije machine in zijn segment. Vandaar dat ik in deze video wil laten zien hoe je hem moet bijvullen, hoe je moet schoonmaken en wat te doen bij een storing. Hier is de sleutel. Die draai je een kwartslag rond en gaat de deur naar links toe open. Dit zijn de groene schuifjes. Die moet je goed indrukken. Je moet een klik horen. Je zet je linkerhand op de zijkant van de bonenkanister. Je rechterhand aan de onderkant. De tilt omhoog. En schuif de kanister naar voren toe. Daarna doe je deksel aan de bovenkant open om de koffiebonen bij te vullen. Je kan de bonen dus ook bijvullen met de bonenkanister in de automaat. Dan hoef je alleen maar de bovenkant open te maken. Eerst de voorste deksel en daarna de grote aan de achterkant. En schuif je alles weer terug. En haal je de schuifjes weer open, links en rechts. Het aanvullen van de cacao, topping en de suiker gebeurt bij alle kanisters op dezelfde manier. Hier heb je een vergrendeling, duw naar achteren toe, dan komt de deksel naar voren toe. We gaan nu de topping bijvullen. Tuitje omhoog, dus iets naar boven toe halen en je haalt hem uit de auto. We klikken de deksel omhoog en we vullen de topping bij. En we zetten hem weer terug. Goed naar achter toe schuiven. Tuitje omlaag. Deksel dicht. We doen de deur dicht. Je drukt op het pijltje dat je eruit gaat. En je kan weer koffie zitten. Om de machine het beste schoon te kunnen maken, heb je deze drie artikelen nodig. Een doek. Een borstel en een rager. We doen de deur open en beginnen met de lekbak. We halen de lekbak eruit door hem omhoog te liften en naar voren toe te halen. Haal de onderdelen los en spoel ze netjes af. Neem ook gelijk de driptrem mee die aan de binnenkant van de deur gemonteerd is. Doe de uitgiftekop omhoog en haal de pukkelbak naar voren toe. Haal de zak eruit en vervang hem. Borstel de binnenkant van de machine af en kijk goed waar er nog overtollige koffieresidu ligt. Haal de lader eruit en neem hem af met een vochtige doek. Houd de uitgiftekop omhoog en neem deze af met een doek. Zet de lekbak weer terug en de pukkelbak. Zet de lekbak weer terug en sluit de deur. Druk op de knop om uit de muur te gaan. En doe een testconsumptie met koffie en een consumptie met alle ingrediënten. Alle machines van Selecta zijn uitgerust met een televentkast. Dit kastje registreert alle consumpties, zodat Selecta periodiek een rapportage voor de klant uit kan draaien. Bij goed gebruik schiet de Verrare niet in storing, maar is dit nou eenmaal zo, dan staat aan de zijkant een storingskaart. Staat het telefoonnummer op, bel die, volg de instructies en draai het kaartje om, zodat je collega weet dat er een storing is aangemeld. Al met al is de Verrare de beste in zijn klasse. Hij is onderhoudsarm en heeft een hoge capaciteit. Heb je nog meer vragen over de Verrare? Kijk dan op selectavinding.nl.